U bent bijna van me af. Selectie, jullie kunnen bijna naar huis. Er is nog één formele handeling die ik mag verrichten. Dat is namelijk, wij hebben als Feyenoord een competitie uitgeschreven voor het verzinnen van de naam van het nieuwe trainingscomplex van het eerste. Daar was nogal wat misverstand over, want we hebben 3725 inzendingen gehad. 3725. En heel veel daarvan die waren eigenlijk bestemd voor het nieuwe jeugdcomplex. Maar dat komt volgend jaar. Nu niet. Het gaat nu om het trainingscomplex voor het eerste elftal. Ik wil vragen of Stefan Rehbergen naar voren wil komen. Stefan, waar ben je? Hier. Hallo. Hallo. Ja, daar sta je dan. Stefan. Ja. Vind je het leuk om hier te staan? Ja. Kom, wij gaan samen iets onthullen. Want naar beraad van de jury en onder leiding van de trainer van het eerste elftal, Gerard Meijer, het legioen en de directie van Feyenoord, ben jij de winnaar geworden en krijg jij 5 jaar lang een gratis seizoenkaart van Feyenoord. Ja. Je kan de postcode-loterij winnen, maar je kan ook 5 jaar een seizoenkaart van Feyenoord winnen. Hier is die. Wat is de naam? ...1908. Het geboortejaar van Feyenoord. Zo gaat het trainingscomplex heten. Als je dan iets wint bij de club, dan krijg je een shirt. Alsjeblieft. En als je hem dadelijk omdraait met je naam, dan moet je dat goed doen. Dat kon ik niet, maar dat staat er echt op, je naam. Of je de... Nee, dat staat niet zo. Hij heet geen 1908. De winnaar. En een cheque. Stefan Rehbergen. 5 jaar lang een seizoenkaart. Doe er wat moois mee. Gedraag je erom. Wil je nog wat zeggen? Ja, kan. Dan moet je... Dan weet ik niet waar de microfoon is gebleven. Maar die is weg. Dan moet je heel hard praten. Maar dat kan jij. Is goed zo. Ja? Hey, geniet ervan. Dank jullie allemaal. Dit was het officiële gedeelte.